Dus het is niet per se noodzakelijk dat er zonlicht aanwezig is om die omvormer in dienst te nemen. Er waren drie mogelijkheden om in dienst te nemen. Dus ofwel maak ik verbinding met kabel. Ga ik hier niet doen, want dat is vrij eenvoudig. Wat ik ga doen is via wifi. Dus ik kijk naar mijn netwerken. Dat zijn alle draadloze netwerken die ik hier aanwezig zie in mijn zaal. En een van die netwerken is SMA1992-000253. Dat nummer is het serienummer van het toestel wat naast mij ligt. Dus ik wil mij met dat toestel gaan verbinden. Ik kies dat netwerk. Ik raad aan jullie om die connect automatically om die uit te zetten, dus dat je niet automatisch verbinding maakt met die omvormer. Dus maar dat je iedere keer het paswoord moet ingeven. En daar wil ik nu verbinding mee maken. Dus ik klik op connect, verbind ermee. En dan gaat hem zich ermee verbinden. Maar zoals altijd, als je met een beveiligd netwerk verbinding maakt, heb je een paswoord nodig. Weet voor jullie in het begin, de allereerste keer als je die omvormer ophangt bij de klant, is dat SMA1, 2, 3, 4, 5. Is het dat paswoord? Nu, dat toestel wat naast mij ligt is niet een nieuw toestel, dus dat werkt niet meer, die SMA1, 2, 3, 4, 5. Ik heb de code nodig die op het boekje staat. En als ik op mijn boekje ga kijken, dan zie ik daar een code van 16 karakters. En dan kan ik die hier gaan ingeven bij de security key. Dat is de tweede mogelijkheid voor draadloos. De derde mogelijkheid is, je ziet hier dat tekentje onderaan, die twee pijltjes die zo ronddraaien, dat is het teken van de WPS-functie. Dus mijn computer heeft WPS actief. Als ik nu nog op mijn router, in dit geval is dat geen router, maar een omvormer, als ik daar de WPS actief maak, dan zal die automatisch verbinding maken. Hoe zet ik nu die WPS aan op mijn omvormer? Wel, dat doe ik door twee keer te kloppen. Dus als je twee keer op de behuizing klopt, dan begint het blauw lichtje te pinken. En dan gaat de omvormer automatisch verbinding maken met de computer. Dus als het blauw lichtje begint te pinken, dan ga je zien dat mijn scherm meteen verandert en dat hij zelf verbinding gaat maken. Dus hij krijgt nu meteen de settings van de omvormer en hij maakt er verbinding mee. Dus dat is de meest eenvoudige manier, maar dan moet je toestel natuurlijk wel WPS ondersteunen. Je ziet hier een uitroepteken, het is heel erg klein, sorry daarvoor. Waarom? Hij zegt je hebt geen internetverbinding. Ja, nee, tuurlijk niet. Die omvormer heeft geen internetverbinding. Dus die surft niet echt op internet. Dus het kan wel zijn dat je telefoon of je tablet of je computer een soort waarschuwing komt geven. Dat is oké. Wat ga ik nu doen? Ik open een internetbrowser. Die internetbrowser kan ik in principe gaan surfen als ik op internet was. Als ik op de omvormer verbonden ben, dan ga ik hier het adres van de omvormer ingeven. En voor wifi, bekijk ik nog eens mijn boekje, is dat 192. .168.12.3. Dat is altijd het standaardadres als ik op het netwerk van de omvormer zit. Ik surf daar naartoe en zoals je meteen kan zien, ben ik ingelogd op het toestel zelf. Ik kan de taal kiezen, ik kan een gebruikersgroep kiezen en ik kan het wachtwoord ingeven. De allereerste keer als je een gebruikersgroep kiest, dan vraagt hem om een wachtwoord te definiëren. Dus denk daar goed na dat je een wachtwoord kiest en dat je dat later ook altijd kan terugvinden. Dus de meeste installateurs gebruiken één wachtwoord voor alle SMA-omvormers en geven dat in. Voor dit toestel had ik al een wachtwoord ingegeven, een eerste keer in het begin, dus nu geef ik dat wachtwoord in en ik kan aanmelden. Normaal gezien, als het een nieuw toestel is, krijg je dan de keuzemenu om die installatiewizard te starten. Dat heb ik nu eventjes manueel gedaan. En dan zie je die vijf stappen die we moeten doorlopen. Stap 1 is netwerkconfiguratie. Wil ik mijn omvormer verbinden met internet? Ja. Doe ik dat via Ethernetkabel? Dan kan ik opslaan en verder gaan. Doe ik dat via wifi, via wireless LAN? Dan zal ik uit de routers die ik hier in de omgeving zoek, de router van de klant moeten nemen. Bij mij is dat SMA Benelux. Dat is het netwerk van de klant, de eindklant. Aan dat netwerk wil ik dan natuurlijk
het paswoord ga meegeven. En dat doe ik door hier op het wieltje te klikken. Dus als ik op het tandwiel klik, dan kan ik de WLAN-instellingen gaan aanklikken. Dus ik klik daarop door. En dan opent het mij een venster waar hij hier het paswoord vraagt van het netwerk. Dus ik geef eventjes het paswoord in. Dat is het paswoord van de router van de klant dan, uiteraard. En dan kan ik mij verbinden met dat wireless LAN-netwerk. Dat kan je hier doen, dat zou je eventueel ook achteraf kunnen doen. Ik laat u rustig doen en ik ga meteen voort naar stap 2 door opslaan en verder aan te klikken. In stap 2 kan ik de tijdzone ingeven. Heb ik geen internet, dan zal ik de automatische tijdsynchronisatie uitzetten en zelf datum en uur ingeven. Nu zit ik wel verbonden met internet, dus dan kan ik hier de juiste tijdzone ingeven. En dan ga ik naar opslaan en verder. Stap 3 is mijn landnorm. Standaard staat die op default, dus dat is niet de Belgische, niet de Nederlandse. Dus daar kies ik ofwel de Nederlandse, dat is die NEN die erin staat, ofwel de Belgische, dat is die C1011. Opslaan en verder. Netbeheer, het staat ook altijd rechts weergegeven, daar doen wij niet aan mee. Dus zowel het terugleverbeheer zet ik op uit, als de statische spanningsbeheersing zet ik ook op uit. Ik ga opslaan en verder. Dan kom ik bij mijn samenvatting. En wat zie je daar staan? Dat de tijd en datum zo de tijdzone is ingegeven, dat ik de juiste landnorm gekozen heb en dat ik het netbeheer volledig heb uitgeschakeld. Hier in mijn training zie je nog de melding, een blauwe melding als informatie, dat weergeeft van kijk, nu is er te weinig DC-spanning, te weinig zonlicht om die parameters al volledig door te voeren. Maar vanaf als er terug voldoende DC-spanning is, dan worden die instellingen volledig opgeslagen. Dus concreet ook als je s'avonds die omvormer in dienst neemt en je krijgt deze melding, wel de dag na dienst, morgens als die opstart, start die meteen in die C1011-normering of in die NEN-norm. En dan kan ik op verder klikken en is de omvormer in dienst genomen.